Hallo iedereen en welkom terug op mijn kanaal Steph's Crime Stories. Vandaag wil ik jullie meenemen terug naar het oude Engeland van de 16e eeuw, dus de jaren 1500. En meer genaamd naar het leven van Hendrik de Achtste. Hendrik de Achtste, dat was een filou. Misschien zullen er wel zijn onder jullie die het verhaal min of meer kennen. En hetgeen waar ik specifiek met jullie wil over spreken, dat is het feit dat hij ooit getrouwd was met een zekere Anne Boleyn. En daar valt er ook het een en het ander over te vertellen. Naast true crime ben ik eigenlijk ook erg geïnteresseerd in geschiedenis. En dit verhaal over Hendrik de Achtste en Anne Boleyn biedt eigenlijk de twee. Dus ideaal. Ook geïnteresseerd? Blijven kijken dan. Het verhaal van het Engelse Hof is enorm lang en heeft enorm veel lagen, maar ik probeer het te doen in 3 keer. Dus ik ga proberen 3 uploads te plaatsen, maar ik begin dus bij het begin, het huwelijk van Hendrik de Achtste met Anne Boleyn. Goed, here we go. Anne Boleyn is geboren in Blickling in 1501. Vroeger werd er gezegd dat ze rond de jaren 1507, 1509 zou geboren zijn. Maar een hele tijd geleden is er nog ergens een brief teruggevonden die Anne zou geschreven hebben aan haar ouders in Engeland toen zij verbleef op het hof van Margaretha van Oostenrijk. En die brief is gedateerd in 1514 en in die tijd dat ze bij Margaretha van Oostenrijk verbleef, zou ze 12, 13 jaar moeten geweest zijn volgens andere manuscripten die daarvoor werden teruggevonden. Dus 1514, 12, 13 jaar eraf, dat is dan geboren rond het jaar 1501. Anne was het kind van Thomas Boleyn en haar moeder Lady Elizabeth Howard. En ze had een zus, alleszins, een oudere zus, die Mary heette. En zeker is ook geweten dat ze een broer had die jonger was en die heette George. Ze groeide op in het kasteel van Hever, haar ouders waren aristocraten en haar vader zou ambassadeur van Frankrijk geweest zijn. De ouders zorgden ervoor dat hun kinderen topopleidingen kregen, zo ook Anne natuurlijk. Want Anne, dat was al heel vroeg duidelijk dat zij super intelligent was. Ze was mondig, ze was vlot in omgang. En ze zagen van, ja, die moeten we eigenlijk naar het buitenland sturen. En zo gezegd, zo gedaan, ze sturen haar naar Europa. Als ze dus 12, 13 jaar is, naar het hof van Margaretha van Oostenrijk, die heel hoog aangeschreven stond in die jaren. En daar werden meisjes eigenlijk opgeleid tot echte hofdames met eventueel ook kans te maken om ergens aan een koningshuis te kunnen werken. Dus dat was de bedoeling. Ze kreeg er Latijn, Frans, Engels, noem maar op. Ze leerde er muziek enzovoort enzoverder. Dus een volledige opleiding, het volledige pakket was daarvoor handen. En ook om manieren te leren, he. Dus om de echte présence te hebben en als een volledige wel gemanierde dame op te groeien. Haar verblijf bij Margaretha van Oostenrijk, dus op dat hof, het Hof van Savoie genaamd, in Mechelen trouwens, ligt dat hof, daar verbleef ze een kleine 2 jaar. Ondertussen was haar zus, Mary, die ouder was dan Anne, naar het Franse hof gestuurd, om daar als hofdame ook een beetje de kneepjes en de fijngevoeligheid van het dame zijn bij te leren. Mary zou naar verluid iets minder knap geweest zijn of intelligent geweest zijn, ik moet eigenlijk zo zeggen, maar het schijnt dat zij echt een stralende schoonheid was. Na die 2 jaar opleiding bij Margaretha van Oostenrijk mocht Anne haar zus vervoegen aan het Franse hof eigenlijk en werken bij koningin Mary Tudor, dus de zus van de koning van Engeland, Hendrik de Achtste. Dus bij haar mocht ze als hofdame aan het werk. Haar zus Mary verliet het Franse hof kort daarna, omdat zij eigenlijk al de leeftijd had om uitgehuwelijkd te worden. Dus ze vertrok naar Engeland terug, Mary, waar ze inderdaad het huwelijksbootje inhing. Op haar huwelijksfeest waren er natuurlijk vooraanstaande hooggeplaatste heren en dames uitgenodigd, waaronder ook koning Henry de Achtste, die op dat ogenblik koning was van Engeland. Op het huwelijk laat hij onmiddellijk zijn oog vallen op de beeldschone Mary en hij nodigt haar uit om zijn minnares te worden.
Nu, ik zeg uitnodigen, maar in die periode had je niet veel keus. Het was, de koningswil was wet. Dus, met andere woorden, Mary, gehuwd of niet, zij werd de minnares, onder andere, van koning Henry de VIII. Nu, waarom nam hij eerder getrouwde vrouwen? Als er een kind zou voortkomen van zijn buitenechtelijke affaires, dan kon hij nog altijd zeggen dat het kind niet het zijne was, maar natuurlijk van de echtgenoot van de minnares waarmee hij het bed deelde. Ziet dat een slim, zei Henry. Een leep niet. Anne verbleef dus ondertussen op het Franse hof en ze bleef daar gedurende 5 à 6 jaar. Daarna ontvangt de koningin, dus Mary Tudor, de zus van Henry de VIII, ontvangt een brief van haar vader van Anne om te vragen of ze met spoed kan naar Engeland terugkeren, want hij heeft een taak voor haar. Hij heeft de koning en de koningin van Engeland kunnen aanspreken en in plaats van zo ver af te werken in Frankrijk, mag ze terug naar Engeland op het koningshuis gaan werken. Anne keert terug naar Engeland en kan onmiddellijk aan de slag als eerste hofdame van de koningin van Engeland, dus de vrouw van Henrik de VIII, en zij heet Catharina Di Aragon, een Spaanse. Anne Boleyn dus valt onmiddellijk op wanneer ze toekomt op het koningshuis in Engeland, want zij heeft die Franse finesse, die klasse, ze straalt een soort, ze is gedistingueerd en als ze een kamer binnenkomt, iedereen heeft haar gezien, ook al is ze op dat ogenblik nog alleen maar hofdame of eerste hofdame van de koningin. In ieder geval, alle ogen zijn op haar gericht, gelijk wanneer of waar ze binnenkomt. Het duurt natuurlijk niet lang vooraleer koning Henry haar ook in het vizier heeft en hij voelt ook haar presence en haar aanwezigheid en hij wordt erdoor getriggerd. En hij probeert Anne te benaderen op verschillende manieren, maar zij houdt de boot af. En omdat het niet lukt op deze manier, gaat hij eigenlijk iets beginnen doen wat hij nooit doet om aan een minnares te geraken. Hij schrijft Anne Boleyn brieven. In het begin negeert Anne de avances van de koning, want zij staat enorm dicht bij zijn vrouw als eerste hofdame. En ze wil dat risico niet lopen, want ze weet wat er boven haar hoofd hangt voor verraad en zo. Aan de andere kant weet ze ook dat de koning enorm veel minnaressen heeft. En Anne, intelligent zoals ze is, draait alles naar haar hand. Dus op een bepaald ogenblik begint ze terug te schrijven. En de twee schrijven heel vaak heen en weer briefjes naar elkaar. Een voorbeeld van een van de brieven die Henry stuurt naar Anne klinkt als volgt. My mistress and friend. I and my heart put ourselves into your hands, begging you to have them to recommend us to your favor, and that, by absence, your affection should not be diminished. For to increase your pain would be a great pity, for absence alone causes enough, and more than I ever could have thought, making us remember a point of astronomy, which is this: that the longer the days are, the more distance is the sun. Though burning more hotly, it is the same with our love. For by absence, we are more distant, and yet it keeps us fervor all the same, at least on our side. Being in the hope that it is similar on your part, be assured that for my part, the misery of absence is already too great, and when I think of the increase of that which I must perforce suffer, it would be to me nearly intolerable were it not for the firm hope I have of your unshakable affection towards me, and to remind you of it sometimes, and seeing how I cannot in person be in your presence, I send you the closest thing possible, that is to say, my picture set in a bracelet with the whole motto which you already know, wishing myself in their place when it shall please you. This is from the hand of your servant and friend, Henry Tudor, Royal Majesty. De Romanticus. Tot op een bepaald moment Anne de koning voor een dilemma zet en ze zegt: ik wil niet enkel en alleen jouw minnares worden. Als ik iets doe of als ik mijn lichaam aan jou geef, dan wil ik koningin worden. Dus ze zet van eerst keer haar voet en ze stelt haar eisen. Henry is daar natuurlijk door geschokt, want er is niemand van de hofbediening die hem zo al heeft benaderd of geantwoord, maar Anne doet dat.
Maar dat triggert natuurlijk nog meer de zin om Anne binnen te rijven. Nu, Henry de Cadet, die was nog altijd getrouwd met Catharina en zij hadden ondertussen al één dochter, Mary, die later dan koningin van Engeland zou worden, maar daar ga ik dan in het volgende stuk een beetje over spreken. Maar goed, dat is één dochter. En Henry raakte echt gefrustreerd, want ze hadden al meerdere pogingen gedaan om een zoon op de wereld te zetten. Catherine had 3 keer het leven geschonken aan een zoon, maar geen van de 3 bleef leven. Dus één ervan is op de dag zelf gestorven en dan de andere 2 zoontjes zijn heel kort daarna gestorven. 1 de dag daarna en 1 binnen de week erna. Dus het lukte maar niet om een zoon op de wereld te zetten die gezond was en levensvatbaar. Buiten het feit dat ze geen zoon hadden, was hun huwelijk eigenlijk wel oké tussen Catherine en Henry. Maar Henry raakte er zodanig door geobsedeerd dat hij geen troonopvolger had en dat er geen zoon was die de naam van de Tudors zou verder dragen, dat hij eigenlijk zelfs zijn frustraties uitte tegenover zijn adviseur Thomas Cromwell. Na het zoveelste beklag van Henry aan zijn adviseur, dacht Thomas Cromwell, waarom vraag je niet aan de paus om je huwelijk nietig te verklaren, zodanig dat je kan verder doen met iemand anders. En natuurlijk, Henry had al in zijn gedachten om met Anne verder te doen. En dan zou hij haar ook kunnen toekennen als zijn vrouw, zoals zij dat wenste. En hij zag eigenlijk potentieel in Anne om hem een zoon op de wereld te zetten. Dus, zo gezegd, zo gedaan. Henry neemt contact op met de paus of hij reist zelfs naar Rome en hij vraagt de toestemming aan de paus om zijn huwelijk nietig te laten verklaren. Natuurlijk in de katholieke kerk, een huwelijk dat door God verbonden is geweest, wordt niet verbroken, dus de paus houdt voet bij stuk en zegt nee. Hij weigert dus om het huwelijk te verbreken tussen Henry en Catherine. Dat spelletje tussen Henry en de paus dat duurt 2 jaar en Henry is echt stinkende moe en hij probeert op een andere manier om het huwelijk te eindigen. Hij gebruikt zijn lange arm en smeet samen met Cromwell een plan om de wet te veranderen. De wet die zegt dat enkel de paus een huwelijk kan verbinden. Henry wil die wet laten veranderen en hij spreekt de hooggeplaatste mensen aan die daarvoor in aanmerking komen om die wet te veranderen. En hij slaagt daar ook in. Maar dat duurt enige jaren. 5 à 6 jaar duurt dat. Ondertussen verbant hij ook Catherine van het koningshuis. En hij laat haar verhuizen naar Kimbolton Castle. In het begin dat hij dat doet, is het enkel Catherine die hij verbant. Mary, zijn enige dochter dus die hij heeft met Catherine, mag op het hof blijven. Maar naarmate ze ouder wordt, beseft Henry, dat zij eigenlijk katholiek is, zij is gedoopt, zij komt uit zijn katholieke huwelijk met Catherine en hij wil het katholicisme de rug toekeren omdat de paus zo tegendraads was en eigenlijk Rome de rug toekeren en verbreekt alle banden die hij heeft met het katholicisme. Dus hij voelt zich genoodzaakt om ook de band te breken met Mary, die hij eens heel erg lief had, maar hij beslist toch om ze naar haar moeder te sturen in Kimbolton Castle. Ik probeer de Engelse naam zo goed mogelijk uit te spreken, maar die Engelse naam regularly en Kimbolton en na een paar keer lukt dat wel, want het is allemaal, uw mond is er zo vol van, versta je het? Goed, na 6 jaar dus lukt hem dat, de wet is veranderd, Catherine is weg, Mary is weg, er is niets nog die hem tegenhoudt om Anne Boleyn tot zijn vrouw te nemen. Dus hij kroont ze als koningin. En terwijl dat ze eigenlijk huwen, zou Anne Boleyn al zwanger zijn van hun eerste kind. Op 25 januari huwt hij met Anne, de zwangere Anne ondertussen dus. En op 1 juni van dat jaar, 1533, kroont hij haar officieel tot koningin. Dus Anne is waar ze wil zijn en Henry hoopt dat er binnenkort een zoontje rondloopt op het paleis. Op 7 september van dat jaar dan, de koning en de koningin nu, Anne Boleyn en Henry, keken heel erg uit naar de geboorte van hun eerste kind samen. Maar wat blijkt, het kind wordt geboren en opnieuw is het een dochter. Elisabeth I,
later ook koningin van Engeland, wordt geboren. Dus opnieuw geen zoon. Henry is volledig gegeneerd en denkt dat de mensen rond zich en de mensen binnen zijn koninkrijk eigenlijk zullen denken dat hij niet in staat is om een koningszoon op de wereld te brengen. Dus hij laat naar buiten toe uitschijnen van kijk, ik heb de juiste vrouw, want ze schenkt mij onmiddellijk al een dochter en we hebben goede hoop dat er in de korte toekomst of in de nabije toekomst een zoon zal volgen. Naar de buitenwereld toe houdt hij dus de schijn hoog, maar binnenin breekt het angstzweet hem al uit, want hij begint al terug gefrustreerd te raken van wat als Anne zelfs mij geen koningszoon kan schenken. Hij begint te denken dat zijn huwelijken vervloekt zijn. Want eigenlijk het huwelijk dat hij had met Catharina, die Aragon, dus die eerste vrouw die hij ondertussen verbannen heeft, naar het Kimbolton Castle, dat was eigenlijk de vrouw van zijn broer. Maar zijn broer was gestorven en dus had Henry met haar gehuwd. Maar ergens in de Bijbel staat er een of andere vers dat als je trouwt met de broer van met de vrouw van uw broer, dat dat een of andere vorm van incest is en dat dat eigenlijk een grote zonde is. Dus hij begint dat pad op te gaan met zijn ideeën en met zijn gedachten en hij denkt dat hij gewoon zondige huwelijken heeft. Maar met het huwelijk van Anne weet hij dat hij geen enkele misstap heeft begaan. Dat denkt hij of daar overtuigt hij zichzelf van. Dus de schuld ligt niet bij hem. Dus hij begint te vermoeden dat Anne Boleyn een zondig leven had. En natuurlijk, wat gebeurt er? Anne raakt opnieuw zwanger kort daarna. En ze bevalt van een zoon. Maar het kind is doodgeboren en misvormd. Henry laat het doodgeboren kindje onderzoeken door de hoofdvroedvrouw en een dokter uit zijn koninkrijk, een heel hoog aangeschreven dokter. En zij bevestigen inderdaad dat het een zoon is, maar dat het volledig misvormd is. Dat versterkt bij Henry natuurlijk nog het idee dat hij gestraft wordt door God, dat zijn huwelijk vervloekt is. En hij is er nu stellig van overtuigd dat Anne Boleyn een zondig iemand is. Hij schreef zelfs een brief naar een hooggeplaatst iemand binnen zijn vriendenkring of binnen de aristocratie, dat hij ervan overtuigd is dat Anne Boleyn bezeten is van hekserij of zo en dat ze betoverd is en dat zij hem misleid heeft om met hem te trouwen. Anne was ook door het volk niet graag gezien binnen het koninkrijk, want zij had eigenlijk de echte koningin verstoten en er waren niet zoveel mensen in het koninkrijk, dus de gewone werkmensen onder het koningshuis, die veel respect hadden voor Anne. Want zij zagen haar eigenlijk als een slet die haar opgewerkt had van een gewone hofdame tot koningin. Ook de persoonlijke adviseur van Henry, de heer Cromwell, had geen goede band met Anne. Hij was er zelfs een beetje jaloers op, omdat Anne was geschoold en intelligent en kon goed overweg met de mensen in de politiek en ze was mondig en zo. En Cromwell had daar problemen mee, want in het begin dat ze samen waren, Henry en Anne, vertrouwde Henry bijna meer toe aan Anne dan aan Cromwell. En hij voelde zich een beetje van zijn voetstuk geduwd. Dus natuurlijk als hij hoort dat Henry begint te twijfelen aan Anne, wat doet Cromwell? Hij ziet zijn kans schoon om Anne terug van die plaats weg te duwen en om zelf weer vlak naast de koning plaats te nemen. Als zijn rechterhand, zijn vertrouwensman en beste vriend. Dus Cromwell spreekt Henry volledig naar de mond en dat versterkt alleen maar Henry in zijn overtuiging dat hij effectief iets moet doen aan Anne om haar op een of andere manier ook uit de weg te ruimen. Wat volgt zijn een paar rare gebeurtenissen. Het is niet duidelijk of dat Henry en Cromwell onder één hoedje hebben gespeeld of dat ze elk op hun manier Anne uit de weg hebben willen ruimen, maar in ieder geval, er gebeuren vreemde dingen. Ondertussen wordt Anne ook wel gewaar dat er iets op til is en ze voelt het aan haar kleine teen verzekeren. En op haar manier maakt ze duidelijk dat ze op de hoogte is dat er iets zal gaan gebeuren. Hoe doet Anne dat? Op 2 april is het Pasen en er wordt een kerkdienst gehouden en iedereen is daar aanwezig. Dus de hofhouding is daar aanwezig en de koning en de koningin, dus Henry en Anne en ook Cromwell. En de mis wordt opgedragen door de persoonlijke kapelaan van Anne Boleyn. En die heeft wel een heel interessante preek te vertellen. De preek gaat over religieuze reformatie. Heel toevallig. Dus het
verbannen van een religie, dus het katholicisme zoals Henry het katholicisme heeft verbannen, naar het protestantisme bijvoorbeeld, zoals bij hen gebeurd is. En hij vertelt ook een bepaalde parabel uit de Bijbel, waarin het hoofdpersonage een zondige adviseur is. Dus op wie zou ze het gemunt hebben? De volgende opmerkzame gebeurtenis is op 18 april, dus 2 weken na die mesviering, want Henry heeft de Spaanse ambassadeur uitgenodigd op het hof voor zaken. Naar zijn zeggen natuurlijk. Hè. Dus die Spaanse ambassadeur komt daartoe, maar die had totaal geen goede band met Anne. Hij vond ook dat ze onterecht de kroon op haar hoofd had en dat ze heel onterecht de echte koningin, Catharina, van de troon gestoten had. Dus hij had eigenlijk nul respect ook, zoals vele anderen, voor Anne Boleyn. Nu, Henry heeft dat zodanig georganiseerd dat op het moment dat de Spaanse ambassadeur binnenkomt, Anne van de trap naar beneden komt en dat de inkom van het paleis vol staat met de hofhouding. Dus zoveel mogelijk getuigen van het feit dat de Spaanse ambassadeur en Anne elkaar ontmoeten. Waarom doet hij dat? De Spaanse ambassadeur, zoals het in die tijd betaamde, als onderdaan van de koning en de koningin, moet een buiging maken. Dus die Spaanse man doet dat ook. Hij maakt een buiging ten opzichte van Anne. De hofhouding ziet dat en in hun ogen, en dat was ook het plan van Henry, wordt het eigenlijk zo aanzien alsof Henry zijn vrouw heeft vergeven voor het miskraam en voor het hem nog niet geschonken hebben van een zoon. En natuurlijk, dat doet de ronde, want iedereen wist hoe de Spaanse ambassadeur stond tegenover het koningspaar en vooral tegenover de koningin, dus Anne. Dus hij hoopt, Henry, dat het als een lopend vuurtje zou verspreid worden, dat hij en Anne terug op een redelijk goed voetje met elkaar stonden, aangezien de Spaanse ambassadeur ook Anne had vergeven en haar op die manier had begroet. En zijn plannetje lukt, want hij hoopt ook natuurlijk met hetgeen die Anne nog te wachten stond, dat hij zeker niet als verdachte zou aanzien worden. De dag na de ontmoeting tussen de Spaanse ambassadeur en Anne, en met alle getuigen erbij, vertrekt Cromwell, dus de adviseur van Henry, plots hals over kop en in een Franse colère uit het koningshuis. Hij vertrekt, want hij keert het koningshuis zogezegd de rug toe, met het idee dat hij wil nalaten aan iedereen natuurlijk, dat hij niet akkoord is en dat hij niet tevreden is met de manier waarop Henry Anne terug aanvaardt. Met dat voorwendsel verlaat hij het hof de dag na de ontmoeting. Maar heel vreemd, de dag dat Cromwell vertrekt, beginnen er plots enorm veel roddels de ronde te doen. Wat wordt er gezegd? Dat Anne ontucht heeft gepleegd, dus dat ze niet trouw is aan de koning. Opnieuw, heel vreemd, Cromwell is net weg, dus hij weet van niks en die roddels beginnen de ronde te doen. Mijn gedacht, Cromwell en Henry zijn verdekte twee filous. Het gaat zelfs zo ver dat ze niet alleen verdacht wordt of beschuldigd wordt van ontucht, maar ook van incest. Want er wordt ook verteld dat ze seksuele betrekkingen zou gehad hebben met haar eigen broer George, die ondertussen ook aan het hof werkt. Ook nog een andere vertrouwensman van Henry, namelijk zijn muzikus, Weeder, Mr. Weeder, zou een van de mannen zijn die betrekking zou gehad hebben met Anne. Henry wordt natuurlijk op de hoogte gebracht, via komt dat bij hem terecht. Hij is in alle staten, toneel of niet, geen idee. Nogmaals, ik was er niet bij. Maar wat doet hij, Henry? Hij roept natuurlijk zijn oude vertrouwde rechterhand onmiddellijk terug naar het koningshuis, neemt contact op met Cromwell en eist dat hij onmiddellijk terugkomt om onderzoek uit te voeren. En hocus pocus, 2 dagen daarna, Cromwell is terug op het paleis en hij begint met zijn onderzoek. Hij ondervraagt alle mannen die verdacht worden van betrekking te hebben gehad met Anne. Hij neemt ze één voor één in zijn chambres en hij vraagt ze uit. De muzikus is de enige die toegeeft dat er iets tussen hem en Anne geweest is. Hij gaat daar niet over in detail, maar hij geeft toe dat er op zijn minst een soort van seksuele spanning is geweest. Natuurlijk, haar broer ontkent het. Hoogstwaarschijnlijk was het ook niet zo. En de andere 3 mannen ontkennen ook stellig dat zij iets met de koningin te maken hebben gehad. Natuurlijk heeft Cromwell daar geen oor naar en Henry ook niet. Dat zou niet passen in een spelletje natuurlijk. En die 5 mannen worden opgesloten in de Tower of London. Hij doet ze allemaal een verklaring tekenen, waarschijnlijk
redelijk zwaar gedwongen, misschien met martelingen zelfs. Er is daar geen zekerheid over, maar er wordt gesproken dat ze werden gefolterd om tot bekentenissen over te gaan en te ondertekenen. Dus hij heeft nu al die verklaringen getekend in zijn hand, gaat naar Henry en ze hebben een reden om Anne Boleyn te arresteren. Het moment dat Anne wordt gearresteerd, valt ze compleet uit de lucht. Ze weet niet wat er daarover komt. Ze wordt ook opgesloten in de toren van Londen, maar in een andere kamer natuurlijk. En ze kijkt door het raam en ze begint te denken van, allee, maar welke mannen en wat hebben ze allemaal verteld en wie heeft wat verteld. En ze begint echt, ja, natuurlijk na te denken en haar hoofd erover te breken van wat dat er allemaal over haar geroddeld geweest is. Henry ondertussen, Anne zit in die toren en hij is al terug bezig met een andere vrouw aan de haak te slaan. Hij begint zijn eerste brieven te schrijven naar zijn volgende vrouw, Jane Seymour. Dat is toch echt geen normaal, ze. Zijn eerste vrouw zit nog het waarschijn opgesloten in een kasteel. Zijn tweede vrouw zit daar nu in een toren. En voor hem zijn ze al alle twee gewoon niet meer levend, he. Niet meer aanwezig. Hij begint al met een volgende vrouw te zoeken. Laat er geen gras over groeien. He. Hij schrijft dus brieven naar Jane Seymour en ondertussen bereidt hij ook het proces voor Anne voor, waar dat hij eigenlijk nooit zelf zal aanwezig zijn, maar hij bereidt dat proces voor. Cromwell ondertussen wreef natuurlijk serieus in zijn handen, want hij heeft Anne Boleyn, net waar dat hij ze wilt, opgesloten en gearresteerd. De vijf mannen die gearresteerd werden, werden berecht en geëxecuteerd op 15 mei 1536. En op 19 mei 1536 wordt Anne Boleyn onthoofd op de Tower Green. En haar laatste woorden waren, ik citeer, ik geloof dat je redenen hebt om me tot hier te begeleiden, maar ik was steeds trouw aan de koning met mijn lichaam en ben onschuldig in alle misdrijven die me worden te laste gelegd. Ik leg me erbij neer en weet dat ik mijn broer zal vergezellen in het hiernamaals. Tot Heere Jezus behoort mijn ziel, aan Heere Jezus ontvang mijn ziel. En dat waren dus de laatste woorden van Anne Boleyn. Anne Boleyn had ook gevraagd om niet met een hakbijl onthoofd te worden, maar zij wilde onthoofd worden door de beul van Calais met een zwaard. Omdat dat een veel vlottere en een scherpere manier is en een minder pijnlijke en een snellere manier waarschijnlijk om onthoofd te worden. En dat heeft Henry nog toegestaan, om dus in plaats van met een hakbijl onthoofd te worden, met een zwaard onthoofd te worden. En na haar executie luidde er één kanonschot van op de Tower Green. En Henry leeft verder op zijn gemakske. Dus op 19 mei wordt Anne Boleyn onthoofd. En op 30 mei stapt hij al in het huwelijksbootje met zijn volgende vrouw, Jane Seymour. En, wat denk je, zou ze hem een zoon kunnen schenken die hij al zo lang verwacht? Dat is voor de volgende keer. Wordt er nog een zoon geboren of niet? Stay tuned, zou ik zeggen, en kijk naar de volgende update. Mogen nu zeggen wat je wilt, maar Henry VIII, dat was toch geen normaal. Ik bedoel, ontrouw is van alle tijden, maar die spant toch wel de kroon. Sowieso vind ik dat niet oké, maar die, dat gaat mijn petje te boven. Wat denken jullie daarvan? Henry VIII. Ik zeg, en we zitten nog maar aan deel 1. He. Maar hij heeft dus in totaal 6 vrouwen gehad in zijn leven. 6 officiële vrouwen waarmee hij gehuwd is geweest. Dus die officieel de kroon van Engeland gedragen hebben. 6. Nog niet gesproken dus van al zijn minnaressen die hij erop nahield. Maar dat is toch geen normaal. He. Wat denken jullie? Graag jullie mening, graag jullie bedenkingen erbij. Ik weet dat ik waarschijnlijk nog veel dingen niet verteld heb, zelfs in het eerste deel over Henry en Anne. Maar zoals ze zegt in het begin, ik kan hier een uur over vertellen. Dus ik heb gewoon een beetje de hoofdzaken eruit gehaald. En voilà, dat was het verhaal van Henry VIII en Anne Boleyn. En hopelijk zie ik jullie volgende week terug, want dan laat ik deel 2 op. En ik hoop dat jullie opnieuw van de partij zijn. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, want dan mis je niks. Goed, en misschien een keer op het knopje, op het belletje duwen, melding. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe video is opgeladen. Goed, oké, see you, bye!